kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remes. Ik heb even al een livestream gedaan voor vandaag. Jawel, jullie horen het goed. Een livestream. Ik ga nu mijn jas aandoen en dan subiet vertrekken richting het ziekenhuis toe. Ik pak dit ook mee. Ja, even sorry dat ik geen tegenbelichting heb voor jullie. Oeh, nu is het wel donker, hè. Ja, dat is al veel beter. Dus ik pak dit ook mee, dat is een dashcam. Ik ga dus voor de eerste keer proberen te filmen. En ook de beelden proberen toe te voegen. En ja, op mijn computer. En ik ben toch nog één ding iets kwijt. Dat is mijn schoenen. Ik ben mijn schoenen kwijt. Even zoeken. Aangevonden. Portefeuille check. GSM check. GSM kabel. Die zal nog wel in de notte liggen, of wel op mijn slaapkamer. Check. En dan bankkaart check. Voilà. Dan ga ik eens maar straks van vertrekken. En ook ja, ik ga ook even mondspoeling doen. Dus ik zie jullie zelfs allemaal terug. Zo, hier bij de Volvater ziekenhuis in Hasselt aankomen. Mijn onderzoek. Gaan we eens op zoek gaan naar de ingang of whatever, of hoe dat ook mee aanmelden bij de receptie. En dan kijken ja, wat er juist scheelt met mijn schouder. Ik ga kijken als ik ook gewoon op mijn eigen kan filmen en dat de dokter of de dokteres het ook kan eindigen ook tegen jullie, wat ik dan juist ook hebben. Dus ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yo. Op de volgende onderzoek. Ik ben al één onderzoek ben ik al achter de rug. Nu de tweede onderzoek voor mijn schouder. Ik hoop dat ze iets vinden. Dus ik heb me nu bij. Deze schouder wordt zelfs onderzocht door die computer, door een dokter. Maar jammer genoeg mag ik niet filmen. Dus die privacy, dat respecteer ik. Dus bij deze. Ik ga jullie wel op de hoogte houden wat ze juist aan het doen hebben gezegd en al naar jullie toe. Dus. Mensen, waar ik ook nog zin in heb gekregen voor service net het onderzoek. Ik moet nog onderzocht worden. Hè. Oh, om naar de kweek te gaan, om de chicken nuggets te gaan halen. Oh, daar heb ik zoveel goesting in. Allee, tot service. Zo, geen verharde verkalking of zo op mijn schouders en al. En het is maar een klassiek beeld wat ze hebben gezien aan mijn schouder. Dat is gewoon een spier aan het duwen of zo. Maar donderdag weet ik daar iets meer van, want de beelden worden ook doorgestuurd naar de dokter Frederiks toe, mijn huisarts. En daar hoop ik dat ik dan wel iets meer kom te weten wat er juist eigenlijk gaan is met mijn schouder. En we doen een conditie. Pak de trap, pak de trap, pak de trap. Van mijn derde verdieping, hup. Dus ik ben pas op 2. Hup. Ook van naar boven te gaan heb ik de trappen genomen en niet de lift. Was toch goed, niet? Nu mijn parkingticket betalen en dan op terug even naar de bus. Het is echt zalig buiten. Oh, echt heerlijk zonnig. Een paar wolkjes, maar daar kunnen we wel mee leven. En nu ben ik terug richting mijn wagen aan het gaan. En de parking is ook al redelijk goedkoop. €1,50. Ik ben toch een uurtje hier geweest, een uurtje en een half. Dus het is nog redelijk goedkoop. Ik had rond de €3-4 verwacht. Maar €1,50, dat kan er vanaf. Voor toch voor het onderzoek. Dus ja, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik wil gewoon vertellen dat het zalig werken is buiten. Zo, terug Allee, van het ziekenhuis. Heb ik ook nog wat YouTube nieuws. Uberquin zijn kanaal is terug, maar nog niet helemaal. Ik heb al Uberquin in de zoekbalk getypt. En ik zie nog altijd de oude logo.
van Cardano. Dus de mens die dat heeft gekraakt. Maar het account is al terug. Het heet terug al Uberquin. Die account is ook geverifieerd. Dus het is de officiële echte account. En de eerste video wat ik eigenlijk zie, niet op de home, maar als ik op video's klik, is het Dream Team speelt squats. Dat is gestreamd 2 jaar geleden. En hopelijk krijgen we alles zo'n klein beetje terug. Ondertussen ben ik ook mijn eigen vlog terug aan het uploaden. Die heeft 51 minuten nodig voor op YouTube te geraken. Toppie. Dat is ook wel redelijk lang en dan moet ik ook nog renderen. Bla bla bla, dit en dat. Maar dat komt allemaal wel goed. Het komt ook nog allemaal op tijd online. Ik ga zelfs naar mijn ouders toe om mijn eten gaan te halen. Ik ga nu nog even wat bezig houden op de computer. Ik kom niet online op Discord of zo. Ik ga gewoon eens even eens rustig mee bezighouden. Dat kan ook eens deugd doen. Want ik kan toch niet te goed veel livestreamen, want ze zijn hier heel hard aan het werken. Dus dat is een klein beetje daar, maar je gaat ook regelmatig. Even kijken als ik het jullie kan laten zien of niet. Even kijken, hè. Ja. Dus helemaal daar op de hoek. Ziet je een kraan, daar zijn ze momenteel aan het werken. Heerlijk vuil. En soms zitten ze ginder ook nog te werken. Ja, mijn straat wordt goed verbouwd. Toppie. Allee, ik zie jullie zelfs Zo allemaal terug. mensen, Ik joh. moet even zo filmen. Waarom? Omdat van mijn batterie van mijn gsm is plat en mijn gsm zit nu in mijn computer. Ik ben nog even rond gaan rijden met mijn schatje Bea na mijn ziekenhuisbezoek en ik heb ook alles gezegd wat ze daar ook hebben gezegd van. Ik weet momenteel niet echt meer van ja van de foto's en de echo wat ik heb moeten nemen. Voor de rest, ik ga deze vlog nu afsluiten. Ik ben moe. Ik ga zelfs nog even naar familie kijken. Ja, mijn schatje is ook al naar huis toe. Het is nog maar 8:30. En mijn schatje is al thuis, ze was ook kei, kei, kei moe. Maar we hebben elkaar nog wel even gezien. Dat is al heel goed. Oké, bij deze, heel veel bedankt om te kijken naar mijn vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet zeker en vast niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er nog eens een livestream is. En ja, we gaan ook binnenkort nog wel eens Amigo spelen. Toppie!